In de video die ik eerder gemaakt heb... In de video die ik eerder gemaakt heb over deze XH1, waarmee ik een panorama... Nee, geen panorama, maar een timelapse video maak. In die eerdere video waarin ik hiermee een timelapse video maak, heb ik gezegd dat er in deze camera geen mogelijkheid is om een timelapse video te maken. En dat is op zich correct. Je kunt dus niet in de camera zelf, heb je geen functies om een timelapse video te maken. Dat klopt. Maar ik heb in diezelfde video ook wel elke opname manueel gemaakt. Dus gewoon hoeveel opnamen had ik gemaakt? 100 foto's denk ik had ik gemaakt. Dus ik heb 100 keer op die ontspanner gedrukt. En dat kan wel gemakkelijker, want er is wel geen in-camera timelapse functie, maar er is wel een functie om met een vaste interval foto's te maken. En dat heb ik natuurlijk niet gebruikt toen. Ik had wat research gedaan en uit die research bleek... ik had er iets te snel over gegaan in de zin dat je dus niet in de camera zelf een volledige timelapse kunt maken en dat je dus een video als eindresultaat krijgt, dat gaat niet. Maar je kunt wel een aantal instellingen gebruiken die het makkelijker maken om zo een timelapse te maken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga nu snel even laten zien hoe dat je dus bij de Fujifilm camera's die timelapse instelling kunt gebruiken. Dus als je de camera inschakelt, ga het hier op het scherm laten zien. Dan, nu staat hij op video natuurlijk, maar als ik dan naar foto ga. Het belangrijkste is dat je bij het maken van je foto's, dat je een effectieve sluitertijd geselecteerd hebt, dat je geen bulb optie hebt gebruikt. Dus ik ga naar single shots, ik ga hier een sluitertijd gebruiken van, ik ga gewoon even de belichting goed proberen krijgen, ik ga dat even, voilà, een 60ste van een seconde, opening 2, ISO 800. Dus met die instelling kan ik een foto maken, maar als je nu de menu in gaat, dus hier heb je een menuknop, en dan bij het foto hier, foto-icoontje, dat is heel moeilijk te zien. Hier bij dit foto-icoontje. Als ik daar dan kijk, je ziet al staan interval timer shooting. Dus als je daar dan... Dus ik heb die self-timer, ja, dat is nog het ergste van al. Ik heb in die video heb ik op zoek gegaan naar de self-timer. Dus om die timer te gebruiken, daaronder stond eigenlijk interval timer shooting klaar. Dus het enige wat je dan moet instellen is je interval. Dus bijvoorbeeld, wat was ik aan het fotograferen? Het ging hem over seconden. Het ging hem over, ik denk dat ik toen 3 seconden tussen elke opname gelaten heb. En je kunt ook instellen hoeveel opnamen dat je wilt maken. Dat kan handig zijn als je wil op voorhand, als je weet op voorhand met 25 frames per seconde, wil ik een video van zoveel minuten lang, dan kun je dat hier vast instellen of je kan het op oneindig laten staan. Waarbij dat die gewoon zo lang dat je toelaat een interval blijft. Wat staat er nu? Oké, start. Dus dan gaat hij volgens mij direct beginnen. Ja, dus hij is nu begonnen met het interval. Dus je ziet hier al, het telt telkens af naar... Van 3, 2, 1 seconde maakt de foto en hij blijft eigenlijk lopen. Hier toont hij blijkbaar ook hoeveel opnamen dat hij al gemaakt heeft. 6 opnamen nu, 7 al ondertussen. Dus zo kun je dit ding vrij automatisch een timelapse video laten maken. Een beetje onnozel dat ik er niet aan gedacht heb. Allee, ik wist eigenlijk niet dat het mogelijk was. Maar vooral stom dat ik het wel opgezocht heb, maar dat ik de info online verkeerd geïnterpreteerd had. Ik zal ook nog in deze video een link plaatsen naar een artikel van Fujifilm zelf. Met heel veel info rond het maken van timelapse video's. Het handige aan die info van Fujifilm zelf is trouwens dat ze dus natuurlijk de instellingen heel specifiek voor Fujifilm uitleggen. Maar ze leggen ook de hele workflow uit, gebruikmakend van de volledige Adobe suite. Dus Adobe Lightroom om je foto's te bewerken. En dan Adobe Premiere, wat dat voor video is, om die video te maken aan de hand van de foto's.
Kijk, ondertussen heb ik al meer dan 25 frames gemaakt. Ik heb al 30 frames gemaakt. Dus ik heb al meer dan een seconde video gemaakt. En kan nu eigenlijk gewoon op mijn gemak een koffietje drinken terwijl dat de camera al het werk doet, hè. Ja, er gebeurt overigens niet veel in deze timelapse. Maar ik zal dus de volgende timelapse dat ik maak. Ik heb beloofd van nog een nieuwe timelapse te maken waarbij dat ik een interessanter beeld heb dan die wolken die passeren. Dus daar ga ik zeker nog werk van maken en dan ga ik dus deze functionaliteit gebruiken. Statief heb je natuurlijk nog altijd nodig. Ik gebruik nu even een kast, maar typisch doe je dan met een statief. Dus nog altijd bezig, ja. Ondertussen, deze keer heb ik trouwens ook meer mijn batterij ook opgeladen. Het scherm is heel moeilijk af te lezen zo precies. Dus in de uitleg van Fujifilm zelf stond dat het scherm uitgaat en dat het pas oplicht de keer dat je de foto maakt. Maar dat zie ik hier nu wel niet gebeuren. Op het moment dat de foto gemaakt wordt, gaat het even uit, maar voor de rest blijft het ook wel heel de tijd aan. Dus zeker uw accu's niet vergeten, ze raden zelf aan van hoe kunnen stoppen. Dus door nog een keer af te drukken, denk ik. Ah nee, door op oké te drukken. En nu is hem gecanceld. Maar je kunt dus van Fujifilm zelf kun je een adapter gebruiken. Nu, op locatie kun je natuurlijk niet veel mee doen, hè, maar kijk, dat kun je hier. Je kunt dat klepje eruit halen, eigenlijk. Daar komt het op neer. En dan heb je hier een rubbertje waar dat er plaats is voor een kabeltje door te laten. Om zo je camera te voeden. Ik denk zelf, kan verkeerd zijn, maar ik denk zelf dat je hier ook via... Ja, want die kan opladen via de USB-kabel, kan die camera opladen. Dus je zou eigenlijk met een externe voeding, zo'n powerpack... Wacht. Dus in een studioomgeving kun je dan daar een kabel steken, maar op locatie kun je eventueel dit gebruiken. Een batterij, een externe batterij. En dan het kabeltje gewoon daarin pluggen. En dan zie je al direct dat hij aanspringt en dat hij ook begint op te laden. Dus nu is de camera ook aan het opladen. Dus ik denk dat dat wel een gemakkelijke manier is om op locatie voor langere tijd opname te maken. Ja, het was eigenlijk omdat ik het artikel voor mijn blog nog aan het aanvullen was met wat info. En ik moet ook nog de podcast opname maken. Het was daarmee dat ik erop terugkwam en dat ik plots besefte dat er wel degelijk opties waren. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende. Op de XE3 zit de optie ook, heb ik ondertussen al gezien. Kijk, ja, ik sta nu wel in video, dus het is disabled de optie, maar daar de derde optie bij de footmenu is interval, timer, shooting. Dus zelf op de... Ik heb deze voor 500 gekocht, was het denk ik, een promotie, nieuw. De XH1 heb ik 800 betaald, dus eigenlijk niet zoveel meer. Maar zelf op de kleinere Fujifilm camera's zit die interval timer shooting optie ook. En voor de mensen die mijn kanaal volgen en die ook interesse hebben in uurwerken, ik weet dat er een paar zijn. Ik heb al een paar opmerkingen gehad rond de uurwerken die ik draag. Een goedkoop, kijk, ik heb het hier nu. Het zit bij van die vochtvretende zakjes. Silica gel is dat zeker dat daarin zit. In een doosje. Omdat op vakantie is het... Ik heb ermee in het zwembad gezwommen. Ik douche er ook altijd mee. Maar dat is een vrij goedkoop Daniel Wellington uurwerk. Dat vooral vrij plat is. Ik gebruik bijna alleen maar NATO-straps uurwerk. En omdat ik dan de bandjes gemakkelijk kan wisselen. En sindsdien is er vocht in geraakt en nu als ik ermee douche, kruipt er ook altijd weer vocht in. Dus ik ga hem denk ik alleen nog maar op heel droge momenten kunnen dragen. Er zat ook al een kras in het glas voor van deze. Maar die dat ik het meeste draag is nog altijd deze en dat is de Nox Atelier Seconds. En dat is eigenlijk een heel handig uurwerk omdat hij een dubbele tijdsaanduiding heeft. Dus je ziet dat hij een grote kleine wijzer, eigenlijk twee kleine wijzers heeft. En ook op de rand, als je heel goed kijkt,
De getallen die erop staan, dus daar van boven staat 24, 2, daar 2, 4. Dat is voor die dubbele tijdsaanduiding. Nu, het enige probleem dat ik heb met de... Allee, probleem is veel. Ik heb er toen €200 voor betaald, geloof ik. Het is geen superduur, maar het is wel een superdegelijk. Ik doe er alles mee, ik werk ermee in de tuin en zo. Het metaal heeft lichte krasjes, zo, maar niks erg. Maar het glas is vooral vrij van krassen. Terwijl ik er nog, ja, ik heb er al geregeld tegen mee ergens tegen aangelopen. Het enige echte probleem met deze is dat het bandje maar 18 mm is. Dat vind ik wel spijtig. Ik zou liever een van 20 mm hebben, een beetje breder. Maar dan moet je, dit is denk ik de vrouwenversie van 38 mm. Dan moet je, als je een breder bandje wil, moet je de 40 mm nemen. En nog een probleem dat ik had met deze is dat die tweede of die derde of die tweede tijdsaanduiding dat dat een beetje verwarrend is omdat dat dezelfde kleur wijzer is. Maar daar heb ik overheen leren kijken. Het andere is dat je in het donker niet ziet, dat er geen van die lichtgevende dingen op zitten. Maar nu zag ik, ondertussen kost die nog maar 150 op de website. En ik heb ook gezien dat ze een zwarte versie hebben ondertussen, die wel die lichtgevende strips heeft. Dus ik heb die zwarte voor mezelf gekocht. En deze keer heb ik hem in 14 mm besteld, dus daar zal ik binnenkort ook nog wel een keer laten zien in een van de video's. Ja, het bandje is van op eBay. Vrij goedkoop.